Bruin, vertel. Kijk wat we hier gevonden hebben. We hebben weer een ondergelopen bunker gevonden. Moet je kijken hoe ver die onder water staat. Nou, dat is misschien wel 2 meter, 1,5 meter water. Er staat fucking veel water in en hij zit al jaren onder water. Wow. Oh, daar zit erachter. Dat zit erachter, jongens. Kijken, wie weet wat erin zit, jongens. Kijk. En hij zit helemaal onder water. En hij is helemaal wild. Dit is een echte wilde verloren Lost Places bunker. Kijk, het mos zit er al jaren op. Hier zit een andere ingang. Maar ja, zoals jullie kunnen zien, ik kijk wel even met jullie mee. Zit deze ook helemaal onder water? Ja, ik ben gisteren gevallen op mijn nek. Ah. De kraan bij de badkamer zo. Echt? Dat. Ah, toch? Nee, joh. Hij is uit het kastje gelopen, heb ik gehoord. Wat trek je aan? We gaan eventjes een bekijkje nemen. Alvast bij de deur of hij open is, ja of nee. Voordat we hem helemaal leeg moeten pompen. En hij is nog nat van de vorige keer. Daar baal ik wel van eigenlijk. Dat is lekker, dan gaat hij beter aan, hè, een droogbak. Dat is wel zo. Zo. En even de dingetjes eroverheen. Anders komen er allemaal beestjes in mijn benen. Hoe diep zal het zijn? Ik denk best wel diep, Ryan. Tot je borst. Hij is nog koud te houden van de vorige keer. Ja? Zo. Brian gaat erin. Hier zit een trap naar beneden. En hier om de hoek zit een stalen deur. Zie je? En volgens mij zit er alleen een hendel. Brian denkt dat er alleen maar een hendel zit. Ja, man. Oh, joh. Ik denk dat het alleen een hendel is, ouwe. Ja? In het midden van de deur. Ja, de rest zit geen slot. Okay. Ook niet een gaatje van de sleutel of zo. Dan moeten we pompen. En we hebben een dikke aggregaatje meegenomen deze keer. En hiermee moet het lukken. We hebben ook de slangen en de pompen weer mee. Start hem erin. Hierop, ik hoor hem. Hoor je hem? Wat vet, jongens. Wat zal erin zitten? Er zit allemaal apparatuur aan de buitenkant. En, het is bunker 382. Mark is opeens, die stond achter me al de hele tijd. Wat heb je daar? Mark heeft zijn nachtzicht meegenomen. Ook nog. En de mensen vroegen of jij bij de Robbenbos had gemagnetiseerd. Ja, klopt. Dat heb ik gedaan inderdaad. Naar de politie zoek je. Oh, ik zoek juist mensen voor de politie. Oh. Schud, mag. Schudden en zagen. Zagen en schudden. Opletten eruit. Paas met koffie, kom in de gaten. Brian wordt altijd gelukkig als je dit soort dingen ziet. En kabeltjes. Knopjesmachines. En je ziet meteen al dat het gaat stromeren, zie je? Sorry. Brian is klaar, maar hij heeft zijn kleren aangetrokken. Hij zegt, ja, het duurt zo lang. Of hij heeft het anders gedaan. Hij trekt met deze broek uit, hij ziet mij. Ik begon te bevriezen, man. Vinden jullie dit nou een spannende aflevering, hè? Doe dan een duimpje omhoog voor Mark. Ja. Voor de mensen die kijken is het maar 15 minuten, maar voor wij staan hier al 3 uur te wachten. Ja, we waren hier al vanochtend om 6 uur. En het is nu bijna 5 uur 's middags. Ja. We rijden niet helemaal naar Brabant hierheen komen rijden om dit te doen. Dat kan je zien. Ja, het is gewoon een deur met die hendel, maar het water komt hier echt aan de zijkant eruit, hoor. Versijpeld, ik heb die bijna mijn lelijke start, jongens. Ja, als ik die flikker ben ik helemaal kapot, hoor. Ben jij helemaal vernat ook? Jim wilde slim om even te kijken, nou is hij helemaal nat geworden. Ik ben versampeld. Ja, ga maar in de bus uit die hey. Ja. Jongens, weet je, als je een natte broek hebt, is er maar één ding wat helpt. En dat is een lekker broodje eten. Brian vindt al meteen een eerste vond.
vond. Die lag op de derde tree van boven. Alweer zijn we stuk gezakt. Ja, want net zaten we precies op die leuning waar het schors van de leuning eraf valt hier. Jo. En nu is hij alweer 20 centimeter. Als we erin staan, dan zullen jullie zien op welke zijn gezakt. We zijn begonnen met hier ongeveer. Ik denk nog wel hoger, man. Ja. We hebben echt van een hoop al weggezogen en dit is fucking spannend, ja. Wat zal het zijn, hè? En? Ja, weet ik het? Ja, kom. Schud me niet op. Ja, waarom gaan we in een ongelopen? Ja, bezem. We hebben al een tweede vondst. Maar dit is een nieuwe bezem. Bezem in je nek. Dus hebben vermoedelijk die bunker gewoon die is volgelopen met alle spullen. Dit is wel een oude bezem, hoor. Dit is wel een oudje, ja. Deze is antiek. Kijk dan, jongens. Wauw. Ja, die hebben wel een tijdje gestaan. En het wel gewoon, dit hele stuk is je gezakt. Maar hij stond nog wel hoger, denk ik. Door het regenwater verlast. Ik denk dat heel dit stuk is gezakt. Ik zal met jullie een beetje meekijken. De deur is al bijna vrij. Hier, kijk dan. Dit is gewoon een dikke deur. En er zit hier een dikke hengsel op. Kijk, kijk. Je moet even goede lampen bijpakken, kijk. Oh nee. Wow. Oh. Oh nee, het zit erachter. Wat zit erachter, jongens? Wat zie je? Wow. Ja, dat is een zak of zo. Hè? Spul op de grond. Ja? Er liggen allemaal spullen zich bruin. Ja, man. Omdat we niet kunnen wachten om de bunker in te gaan en niet helemaal leeg gaan pompen, heb ik gewoon mijn wetsuit schoenen aangetrokken met de broek. Wow! Is die eigenlijk nog fashion of niet? Stel je dit? Ik vind ze wel mooi staan eigenlijk, het kan. Het is gewoon, hoe noem je het ook weer? Mals. Super fashion. Rustig aan. Jongens, we gaan erin. Je moet heel rustig lopen, anders zien we niks op de bodem. Hè? Ga je mee? Kijk wat een water we eruit gepompt hebben, ouwe. Oh, dit is wel fucking special, man. Ja, toch? Kijk, hier ligt allemaal dingen. Je krijgt houten vloer. Echt? Ja. Het is dan de zaagtafel, man. Kijk, hier ligt allemaal spul op de grond. Hier drijven nog een potje sinds we midden hebben. Oh joh, kijk dan. Kijk, daar liggen nog spulletjes, een emmertje. Maar ja, als we gaan lopen, gaan we allemaal mismaken, weet je wel. Ja, dat is wel lekker. Wow, de vloer is zacht. Hé, hey, er zit nog een deur daar. Oh joh, moet je kijken, die deur. Wat is dit allemaal? Ja, machines. Ik denk een plotkaart. Wat is dit dan? Joh, kijk dan, hier. Wat zijn dit allemaal voor machines, joh? Die ene pik, die heeft zoveel water in gestaan. Ik heb allemaal kachels en touwen, joh. Kijk, hey, de munitiekist. Echt? Ja. Wow. Hier ook. Kijk dan. Hier twee. Oh joh. Kijk, met deksel. Ik zal hem even op de tafel zetten. Ja, laat het eens zien. Zo, zwaar, er staan nog spullen. Wat zijn er van in? Apparaten. Er staan nog spullen in. Jo, kijk dan. Ja, ik kom verdieseld. Ja, lijkt zo. Kijk dan. Oh ja. Oh, zal dit die trillmachine zijn wat er buiten stond? Ja, dit is die trillmachine. Wat zijn er voor die? Er staan allemaal potjes in. Oh joh. Kijk, blikjes die je met dekseltje over kan maken. Oh, misschien zijn we dikke machine onderdelen. Zit hier nog een mutsenkist? Kijk dan. Oh, zomaar hé. Dit is een dikke. Dit is content hoor hé. Ja joh. We vinden allemaal dikke spullen aan. Maak het klootje op de slag. Ja, dat is een klootje. Water hebben gepompt. Ja. Nou, ik vind het zo lang geduurd. Ja. Aan druivenkaartje. Van de Shell ofzo. Hier, kijk allemaal op. Ja, die machines jongens. Kijk, die staan als stopcontacten. Ze hebben hier denk ik dingen getest. Kijk, wat heb je? Het is de deksel van een munitiekist. Fucking vette, hé. Een rare munitiekist, ik ken deze helemaal niet. Hier, we vinden gewoon kleren hier ook. Wat is dat voor feest? Dat is een stofjas. Een stofjas. Godsamme, vet. Een camouflage stofjas. Ja, nou, bijna wel, hè. Zit er nog wat in? Zit er nog sleutels in zijn zakken? Ja, voel deze in die zakken. Dit is echt wel jaren geleden, is dit zo. Wat een baas, ouwe. Dit is echt een vette aflevering, jongens. Kijk dan, munitiekisten, machines, stroom in een geheime bunker, ouwe. Mark, ik vind allemaal granaatkoppen. Als je dan wat zijn dit dan? Ontstekerkoppen. Hier nog een. Wow, allemaal ontstekerkoppen. Wow. Je moet even die mooi omhoog houden, ofzo.
maak er wel een dikke vette foto. Vertel. Hier, werden, hier stonden machines en allemaal. Misschien hebben ze deze kopie hier wel gedraaid, hè? Ja, dit hebben ze zeker hier gemaakt. Wie verwacht dit nou dat dit in een bunkertje had wachten? Zo. Hier, bam. Deze. Kijk, hoe mag ik uit het water houden dan? Ho! We zijn gewoon bomkoppen, hè? In een bunker. Dit moet echt wel fucking de dikste bunker ooit zijn. Kijk dan, hè? Zulke ontstekenkoppen. Zo groot als hand. Ik ben helemaal wat voor granaten dit zijn, joh. Hier, dan. Aluminium? Ja, joh. Er is tekst op nog. Met... Zou kunnen. En is het waard om je schoenen zo vies te hebben? Ja, dit is het echt wel waard om net onze schoenen door het water te gaan. Maar ook die broek, man. Oh ja, alles. Vet, hé. Mals, hé. Daar heb ik al natte kleding voor over voor dit halen. Kijk dan hoe we erbij staan, hé. Gewoon in onze normale kleding. Oh, kijk wat hier gebeurt. Oh, wat is dat? Ja, daar komt die lampenkap tegenaan. Oh, of ja, die bom. Dat zou ik ook zeggen. Nou, dit is echt wel bijzonder, hoor. Moet je hier kijken, joh. Hier is echt heel lang niemand meer in geweest. Dit is al hoe lang verlaten? Vind ik dit nou echt een dikke video, gewoon om die duimpjes omhoog, hè? Want what the fuck is dit nou weer allemaal? Dit is toch fucking special, jongens. Bomkoppen in een geheime bunker. Deze is echt lang niet open geweest, dus wil je nog meer van dit soort video's zien? Dit is erg vet. Ja, ik zei hem een beetje te shaken. Spraakloos gewoon. Ja. Oh. Heb jij nou weer? Ja, heel vet. Het dreef ook nog een potje hier, hoor, hè? Ja. Een potje. Wow, dit is echt baas, hè? Hoe zit dat? Nee. Gewicht, man. Ja, van een machine. Ja. Fucking mouse. Hey, wat is dat begin? Onderdelen. En wat voor onderdelen? Van machines. Ja, trafootjes. Wat is dit? Ja, nee, nee, joh. Oh, het is een brandertje, of niet? Ja, of een vetbom. Het zat er wel op, mierverf. Ja, wat staat hier op? Miervet? Mierenzuur. Wat betekent dat? Hermiet. Chemisch. Chemie. Oh, chemie is... Oh, chemie. Oh. Ja, ik ben ook bang. Nou. Ik krijg wel een beetje angst in mijn hoofd. Wat heb ik nog meer? Een smerig grondje trouwens, dat heeft gehoord op mijn zeggen. Zo, zet hem daar. Ah, een grapje. Wel een houten kistje. Een schaar. Een tangetje. Een maatje van mijn passen, man. Een of iets. Lijkt wel hulsen te kijken. En hier zijn we net naar binnen gegaan. En ligt die. Oh, wow! Zo, dat is een dikke vette pot. Die is fucking dik, die kinker. Wacht, laat me pakken. Wat is dat potje dan? Ja, die drijft al heel dag. Pak hem één keer. Nee, niet. Oh, hier. Nee, dit niet. Doe hem in je zak. Nee, hij gaat opblazen, hij wordt dik. Dit was echt bruut. Dit is echt een van de mooiste bunkers die we hebben gedaan. En we hebben er zo lang over moeten pompen. Het is het waard, jongens. Het is het waard. Dit was allemaal water. Dat vind ik heel plezierig. Maar heb je ook wat? Nou, hier heb je die rare dingen in het dak. Hier stond die machines, denk ik, en hier zou ergens die deur hebben gezet. En dan zit hier achter die deur. Ik zit hieronder. Kijk, hier zit een andere uitgang, maar daar heb ik niet eens gekeken. Maar goed, die deur zat ook dicht. Dus hij was niet breed, maar dat zag je ook wel. Ja, het is nog best wel breed, hoor. Echt wel een dikke meter of zo. Wat gaat? Geweldig. De Jimba's en de kippies. Nou, hier zitten ze in die bosjes. Kijk toch. Ze zijn lekker aan het schuggelen hier dan. En wat is de Latijnse naam voor kip? Dit is de Gallus Gallus Domesticus. Oh, hier zit er ook nog eentje. Hier is onzichtbaar. Ik ga even een nieuwe bunker leegpompen. Ja, kom, we gaan.